Sinds 5 januari 2023 is de Corporate Reporting Sustainability Directive, de CSRD, van kracht. Deze Europese wetgeving verplicht bedrijven om niet alleen te rapporteren over hun financiële resultaten, maar ook over hun impact op mens en milieu. Deze wetgeving zal een enorme invloed hebben op bedrijven die er direct, maar ook indirect onder vallen. Dat komt omdat zij moeten rapporteren over materiële onderwerpen in hun eigen onderneming, maar ook in hun waardeketen. En dat is waar het vandaag over gaat. Wat is namelijk die waardeketen? Hoe krijg je daar inzicht in? En wat doe je als je het nog niet echt weet? Maar we gaan ook kijken naar wat is de rol van dubbele materialiteit. En hoe je om kan gaan met de gefaseerde inwerkingtreding van deze eisen. Vandaag bij mij aan tafel heb ik 4 experts die me hierover het gesprek aangaan. En hopelijk met concrete voorbeelden dit duidelijk gaan maken. Mijn naam is Fleur Meerman en namens de Sociaal-Economische Raad, de Raad voor de Jaarverslaggeving en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat heet ik je van harte welkom bij dit webinar over de CSRD, de ESRS en hoe je aan de slag kan gaan met de waardeketen. Alles over de CSRD, voor wie hij geldt, hoe hij tot stand gekomen is en wat de tijdslijnen zijn, bespraken we al in een eerder webinar. Deze kan je ook nog terugkijken. Ook hebben we een veelgesteld vragendocument opgesteld. En daar hebben jullie nog extra vragen aan toe kunnen voegen bij de aanmelding van dit webinar. Dus mocht je vragen vandaag tijdens dit webinar niet beantwoord zijn, kijk vooral in het formulier en kijk of je daar je vraag en antwoord kan vinden. Dit webinar is ook onderdeel van een bredere reeks waar je nog voor kan opgeven of die je terug kan gaan kijken. Het is nu tijd om naar de praktijk en naar het onderwerp te gaan. En ik wil heel graag mijn 4 gasten aan tafel voorstellen. 4 experts die vanuit hun ervaring bij EFRAG en vanuit de praktijk gaan vertellen hoe je met de waardeketen om kan gaan. Graag stel ik ze aan jullie voor. Aan mijn linkerzijde, Niels van den Beuken, algemeen directeur bij Arte en koploper op het gebied van duurzame stenen werkbladen. En de doelstelling van Arte is de aanjager van positieve verandering in de gehele waardeketen van groeven tot en met eindproduct te zijn en te blijven. Nou, dat belooft veel goeds. Een echte expert en iemand die in hart en nieren de waardeketen ook wil betrekken bij zijn onderneming. Fijn dat je er bent. Dankjewel. Welkom. Daarna Eva Ronhaar, directeur Sustainability bij HEMA. HEMA is een eigen merk retailer, actief in de food, hardware en textiel. En HEMA wil een beter alledaags leven creëren voor haar klanten en een mooiere wereld. Nou, die mooiere wereld zit natuurlijk, daar zitten ook al je leveranciers en iedereen in bij. Dus dat ook gaat daar over de waardeketen. Zeker, ja. Dat is een grote omvang, een grote verantwoordelijkheid. Superleuk dat je er weer bij bent. Dankjewel. Dankjewel, Fleur. Elise Wieringa, manager sustainability bij Royal Lemkes. Een echt familiebedrijf, een handelsbedrijf. Dat de schakel is eigenlijk tussen de teler en de retailers op het gebied van planten. Zeker. En wij proberen de mensen een beetje blijer te maken met een plantje. Nou, dat is heel mooi. En jullie streven er ook naar om een duurzame groei van mensen, relaties en de wereld te bewerkstelligen. Dat klopt. Dat is onze bedrijfsstrategie. Oké, okay. Ja. Dus daar zit eigenlijk ook die hele waardeketen. Ja, daar zit die al helemaal in, hè? Mooi. Supermooi. Fijn dat je er bent. Dankjewel. Nou, last but not least, Gerard van Zanten. Voorzitter van de Raad van de Jaarverslaggeving. Partner bij EY Nederland, assurance partner. En ook actief in bestuur van EFRAG. Dat is de organisatie die de Europese Commissie ondersteund heeft bij de technische uitwerking van de CSRD. Jij zit niet op het duurzaamheidsstuk, maar het financiële stuk, maar heel nauw bij betrokken. Dat klopt. En we kijken ook nog naar de interactie tussen de financiële en juist ook de duurzaamheidsverslaggeving. Dus daar heeft EFRAG ook nadrukkelijk aandacht voor. En fijn om hier weer te zijn. Nou, supermooi. Nou ja, en die balans tussen financieel en duurzaamheid, dat is natuurlijk waar het uiteindelijk ook over gaat. Waar we het ook nog verder over zullen hebben. Voordat we eigenlijk op die waardeketen ingaan, is het misschien fijn als jij nog ons heel even kan meenemen in de bredere context van duurzaamheidsontwikkelingen en hoe het landschap eruit ziet. We hadden beloofd dat we het praktisch zouden houden. Als je dit plaatje ziet, dan denk je misschien dat het niet zo is. Maar volgens mij kan jij ons toch helpen om op een eenvoudige manier het plaatje te zien. Nee, absoluut. Kijk, wat we eigenlijk op dit moment zien is heel veel nationale en internationale ontwikkelingen die zich richten op de duurzaamheid en de transparantie daarover. En daarbinnen past dus ook de CSRD en de ESRS, de European Sustainability Reporting Standards. Om verder te werken aan verduurzaming van de maatschappij en ten gunste van zowel mens als milieu en daarmee eigenlijk gewoon een betere economie en maatschappij neer te zetten. En als we het specifiek hebben over de duurzaamheidsverslaggeving, en dat zien we ook in het plaatje, dan hebben we dus over milieu, mensen en hoe je de organisatie daaromheen verder hebt ingericht. En dat vatten we ook vaak samen als ESG,
wat staat voor Environment, Social en Governance. Nou, we gaan daar die hele verdere achtergrond vandaag niet al te ver diep in, want je verwees eerder al naar de veelgestelde vragendocumenten en de eerdere webinars. Ja. Ja, maar wat misschien wel goed is, je ziet de European Green Deal heel groot, maar het is niet zo dat het alleen over milieu gaat. Dat nee, precies. Het is nadrukkelijk mens en milieu in brede zin om daarmee bij te dragen aan een duurzamere economie en maatschappij, waar ook de sociale aspecten van groot belang zijn. Ja, super. En als we dan kijken, wat is eigenlijk het doel van deze wetgeving? Ja, want de transparantie in de verslaggeving is geen doel op zich, maar de Europese Commissie heeft daar eigenlijk 3 specifieke kerndoelstellingen voor ogen wat ze door middel van die aanvullende rapportage wil bereiken. Dat is ten eerste het verminderen van systeemrisico's in de Europese economie in zaken klimaatveranderingen, duurzaamheidsontwikkelingen, maar ook sociale misstanden om de risico's die daaruit voortkomen verder te beperken. Het tweede is wijzigingen in kapitaalstromen. Nou, eigenlijk heel simpel gezegd, dat er meer geïnvesteerd wordt in duurzame activiteiten en dat er minder geïnvesteerd wordt in niet duurzame activiteiten. En ten derde dat eigenlijk ondernemingen meer verantwoording afleggen ten aanzien van hun beleid, ten aanzien van mensen en milieu. Ja, nou ja, dat is helder. Dus dat is ook wel goed dat als we nadenken over hoe we praktisch met deze wetgeving omgaan, dat we wel bedenken wat is het doel. Absoluut. Daar gaan denk ik de sprekers straks ook nog wel naar verwijzen. Ja, we gaan het hebben over die waardeketen. Wat is dat eigenlijk? Want ik hoor allerlei definities. Is er 1 definitie? Of wat zegt de CSRD? Nou, er is in ieder geval een definitie in de CSRD-ISRS. En dat is eigenlijk dat het wordt gedefinieerd als het volledige scala van activiteiten, middelen en relaties met betrekking tot het bedrijfsmodel van de onderneming en de externe omgeving waarin ze opereert. Nou, dat is een hele mond vol. Maar eigenlijk waar het om gaat, is dat je bij de waardeketen dus niet alleen kijkt naar de activiteiten van de onderneming zelf. Maar dat je eigenlijk kijkt van wat gebeurt daarvoor bij de leveranciers, maar ook weer de leveranciers van de leveranciers. En wat gebeurt er daarna in het verbruik van het product, het gebruik van het product, maar ook misschien wel de recycling. Om daarmee echt het totaalplaatje van de bedrijfseconomische activiteiten en daar echt inzicht in te hebben. Ja. Ja, en dat is eigenlijk ook wat we op deze slide zien. Hè? Dat je dus eigenlijk al die stappen in die keten, dat is de waardeketen. Precies, en daar wordt dus ook heel vaak gesproken over upstream en downstream. Dat zijn altijd, vind ik zelf, altijd wat moeilijke begrippen. Maar upstream is eigenlijk waar het begint en waar de leveranciers beginnen. Dan heb je ergens je eigen rol. En de downstream is dan de verdere waar uiteindelijk het gaat naar de eindgebruiker toe. Maar die 2 begrippen worden eigenlijk gebruikt om te geven wat zit er, zeg maar, voor je eigen rol als onderneming en wat komt daarna. Ja, dus het gaat over de rol eigenlijk. Hè? Jij zit in het midden als bedrijf, ja. En die upstream, downstream is voor iedereen anders. Precies. Ja. Oké. Nou, helder. En hoe ziet het dan als je het hebt over een waardeketen en je bent onderdeel van een groep van bedrijven? Ziet die er dan anders uit? De duurzaamheidsrapportage die richt zich eigenlijk dat er gerapporteerd wordt door de moedermaatschappij van een groep. En dat leidt dus ook, net zoals dat we de geconsolideerde jaarrekening kennen voor de financials, dat je eigenlijk ook een geconsolideerd duurzaamheidsverslag wat rapporteert over alle activiteiten van de groep. En de groep is dan de moedermaatschappij, inclusief alle dochtermaatschappijen. Al die activiteiten maken eigenlijk onderdeel uit van je eigen activiteiten. En dan zijn het dus de leveranciers van de groep en de afnemers van de groep die dan de waardeketen vormen. Het zou wel kunnen zijn dat als je bijvoorbeeld een Europees hoofdkantoor bent, dat jij op basis van de Europese vereisten tot een Europese rapportage komt. Maar stel dat je een Amerikaanse moeder hebt die niet een duurzaamheidsverslag opstelt, dan zou het wel kunnen zijn dat jouw Amerikaanse moeder en misschien zustermaatschappijen buiten Europa, die zouden in die situatie wel onderdeel kunnen uitmaken van je waardeketen. Ja, oké. Nou, dat is helder. Dus het is niet eenduidig. Dat is eigenlijk de samenvatting. Dus je moet goed kijken naar jezelf als bedrijf van wat is jouw... Ja, precies. En normaliter is dus de focus op de rapportage als groep, als onderneming, als groepsentiteit. En niet iedere individueel. Dat zou het heel erg complex maken. Maar het gaat erom wat voor beleid heb jij als groep ten aanzien van duurzaamheid. En wat zijn voor jou als groep de risico's en de kansen. Ja, maar we hebben dus net zo'n plaatje gezien van die waardeketen. Bestaat die dan alleen uit directe leveranciers en afnemers? Nee, traditioneel werd er meer gekeken van wat is nou je directe leverancier. Daar heb je ook een contractuele relatie mee. Je koopt in, je directe afnemer.
Daar heb je een verkoopovereenkomst mee. Maar hier in de waardeketen wordt er gekeken naar het totaal. Want die directe leveranciers en directe afnemers wordt vaak als tier 1, dus eigenlijk de eerste laag in jouw waardeketen gezet. Maar in de CSD, ISRS, wordt nadrukkelijk gekeken naar de totale waardeketen. Wat we hier ook op het plaatje zien. En gaat er dus ook tier 2, tier 3. En er is dus niet een beperking hoe ver je gaat in die waardeketen. Je kijkt dus naar begin tot eind en wat daarin voor jou de materiële items zijn en waar je ook invloed op kan hebben. Ja, dus die materialiteit, dat waar het belangrijkste impacts positief en negatief zijn, dat is waar je op focust. Daar gaan we zo meteen van onze andere sprekers ook meer over horen. Want er zijn denk ik nogal wat impacts positief en negatief. En je kan ze natuurlijk niet allemaal meteen wat mee doen. Misschien is het leuk om meteen naar de praktijk te gaan bij jou, Elise. Zou jij misschien iets, om het wat praktischer te maken, wat vertellen over Royal Lemkes en ook even hoe jullie bedrijf bezig is met duurzaamheidsrapportage, maar ook hoe jullie waardeketen eruit ziet. Ja, dat kan ik zeker. We zijn een handelsbedrijf in bloemen en planten. Dus wij kopen in Europa grootste deel Nederlandse kwekers, maar verder ook wel Europese andere landen. En wij verkopen die planten ook weer allemaal in Europa. Maar dat is natuurlijk niet alleen de scope van onze waardeketen. Mm. Want onze producten worden misschien hier wel geteeld, maar het uitgangsmateriaal van onze planten, die wordt misschien wel in Afrika of in Azië of in Midden-Amerika geteeld. Dus onze waardeketen gaat veel verder dan Europa. Ja. En ook de afzet van planten, die blijft natuurlijk niet zomaar in Nederland, maar dat is heel Europa breed. En in elk Europees land hebben ze ook weer een andere, bijvoorbeeld verpakkingsmaterialen, recyclesysteem. Dus ook daar zit er na onze klant ook nog een consument en nog een afvalverwerkingssysteem. Ja, dus jullie kijken echt helemaal vanaf dat begin, het zaadje, tot en met eigenlijk dat de consument er klaar mee is. We zeggen wel eens van zaadje tot begonnen jaadje. Oh ja. En daarna. Begonnen jaadje. Ja, mooi. Hey, je hebt ook een plaatje ter ondersteuning. Want uiteindelijk in die CSR die moet je ook vertellen hoe die waardeketen eruit ziet. Ja. Nou, dit is dan eigenlijk een heel overzichtelijke manier om te laten zien hoe dat er voor jullie uitziet. Ja, zeker. En wij zitten eigenlijk als Green Connector bijna in het midden. Dus aan de ene kant hebben we nog heel veel stappen naar de upstream kant, dus de leverancierskant. En aan de andere kant ook de downstream kant, dus de klanten en de consumenten en de burger en de maatschappij. Ja, dus je zit echt daar mooi in. Wij zitten echt in het midden. Ja. Nou, heel fijn. Ik denk dat wel wat duidelijkheid schept wat dat is. Niels, als ik naar jou mag gaan, welkom ook. Jouw plaatje ziet er heel anders uit. Je doet ook heel wat anders. Kan je misschien kort wat vertellen over Arte en ook even hoe jullie waardeketen eruit zien, wat jullie rol daarin is? Ja, Arte is een productiebedrijf van stenen keukenwerkbladen. Steen als zijnde graniet, composiet en keramiek. Graniet is een grondstof die rechtstreeks uit de grond komt, rechtstreeks uit de natuur komt. Composiet en keramiek zijn samengestelde producten. We kopen platen in bij groothandelaren in Europa, maar ook inmiddels bij de bron in Azië, India met name. En wij produceren vervolgens van die platen keukenbladen, maatwerk keukenbladen, die wij leveren op de Nederlandse markt voor Nederlandse keukenspeciaalzaken. En die keukenspeciaalzaken leveren dan vervolgens die keukenbladen weer samen met de keuken bij een consument. Dat is eigenlijk ook meteen een stukje onze waardeketen. Nou, wij als bedrijf zijn een MKB-bedrijfje. We zijn maar met ongeveer 100 personen, maar ongeveer 75, 80 FTE's. Veel meer is het niet, dus qua wetgeving zouden wij niet onder die maatstaven vallen. Maar wij denken, we zijn ervan overtuigd dat ieder bedrijf hiermee aan de slag kan. En wat wij doen is inderdaad, je zei net een intro al, iedereen betrokken bij deze keten willen wij positieve impact op genereren. Of in ieder geval aanjagen zijn van positieve impact. En dat gaat vrij ver. Wij bestaan dikke 25 jaar, waarbij wij in eerste instantie klein begonnen zijn. Onze grondstoffen inkochten in België, dat is al een groothandel. Nou, toen werden we wat groter. We hebben onze fabriek geautomechaniseerd. Toen hebben we heel erg gekeken naar de arbeidsomstandigheden bij onszelf. Mm-hmm. Teelhulpen, stofafzuiging, waterrecycling. Dat hebben we toen geïmplementeerd. Maar vervolgens werden we steeds groter. Alleen 2008, 2009 kwam de financiële crisis. Die raakte ons ook. En op dat moment hebben wij heel bewust moeten kijken van, wat is onze toegevoegde waarde? Waarom zijn we hier? Hoe doen wij het? Gaan we alleen mee op prijs? Of zit er meer achter? En toen bleek ook al dat duurzaamheid, in de meest algemene zin toen al, bij ons in de genen zit, in eerste instantie intern. Maar we zijn ook toen echt gaan kijken in onze waardeketen, waar begint het nu? Het zaadje, Bij ons begon dat bijvoorbeeld met graniet in India. Wij zijn zelf in India gaan kijken en troffen daar arbeidsomstandigheden bijvoorbeeld aan, die we niet gewend zijn en ook niet gewenst zijn. En zijn daarmee aan de slag gegaan. Zo zijn wij in onze waardeketen aan de slag gegaan, upstream, maar ook downstream. Want uiteindelijk betrekken we ook onze klanten bij en ook uiteindelijk een stukje de consument erbij om een stukje voorlichting te geven van waar komt het materiaal eigenlijk vandaan? Vraag je dat maar eens af, waar komt het vandaan?
En op die manier voeren wij onze bedrijfsvoering. En dan zie je dat duurzaamheid zelfs nog veel belangrijker wordt dan het financiële stuk. Ook wij willen wel de pay for profit waarborgen, begrijp ik niet verkeerd. Dat moet ook, want anders werkt het ook niet. Ja. Dus dat lijkt me... En jij hebt ook een plaatje meegenomen. Ja. Je ziet ook die eerste stappen. Je ziet die groeven daar. Jullie kopen die platen dan in. En eigenlijk heb je hier heel mooi al die stappen die jullie doornamen, heb je beschreven. En dat ziet er natuurlijk weer heel anders uit dan bij Elise. Want elk bedrijf is anders. En daar gaat het ook om. Hè? Dat als je als bedrijf een beoordeling wil doen over hoe iemand doet, moet je wel snappen hoe werken ze. En dat doen jullie volgens mij heel helder. Nou, heel mooie voorbeelden ook. We gaan daar straks ook over doorpraten. Wat misschien nog wel even goed is om te noemen. En jullie voorbeeld noem je ook heel expliciet nog de consument. Bij het eerdere plaatje stond de consument niet, maar die is natuurlijk ook onderdeel van die schakel. Dus het zijn echt alles wat in die schakel zit, neem je daarin mee. Gerard, als we nog heel even naar jou gaan en naar de tekst van de CSRD en de ESRS. Waarom moeten we het eigenlijk hebben over de waardeketen in relatie tot de CSRD en de ESRS? Nou, de CSRD en de ESRS die hebben het over waar zitten nou de materiële impact, kansen en risico's ten aanzien van duurzaamheid. En als je naar die materiële thema's gaat kijken, die zitten dus vaak niet alleen in de onderneming zelf, maar juist ook in die waardeketen. Dus als je alleen maar zo focust op jezelf, maar niet zo'n volledige waardeketen, dan hou je eigenlijk hele belangrijke materiële thema's, hou je daarmee eigenlijk buiten beschouwing. En ook waar je de impact kan hebben, zoals Niels net ook al vertelde, neem je dan niet volledig mee. En stel een voorbeeld van, je produceert elektrische apparaten. De productieproces genereert elektriciteit, daarmee ook CO2-emissie. Maar gedurende de gebruiksfase is het elektriciteitsverbruik naar CO2-emissies wel veel groter. Dus misschien is de inspanning die je levert om het energieverbruik tijdens de gebruiksfase te verminderen, heeft misschien wel een veel grotere impact dan dat je je richt op je eigen productiefase. En dat is eigenlijk het idee waarom in de CSRD er aandacht is voor de waardeketen. Dus waar zitten nou echt die materiële thema's? En waar kan je dus een negatieve impact zijn, maar vooral ook waar kan je dus een positieve impact maken? En zijn er ook kansen wat dat betreft? Ja, dat lijkt me heel helder. Dus daar moet je je keten voor kennen, want anders weet je niet waar je moet beginnen. We gaan daar zo meteen ook nog verder over door. Het lijkt me mooi om even naar jou te gaan, Eva. Jullie zijn als HEMA al best wel lang bezig met duurzaamheid, ook in die waardeketen. Kun je kort iets vertellen over HEMA, maar ook over wat concrete voorbeelden als we het dan hebben over negatieve of positieve impact? Ja, zeker, Fleur. We hebben natuurlijk als HEMA een heel breed assortiment. Hè? Dus dat betekent, we hebben 30.000 producten, heel divers. Dat betekent ook dat we dus een hele brede en diverse eigenlijk upstream waardeketen hebben. En ik hoor eigenlijk ook bij jullie ook wel. Hè, we hebben een bepaalde rol waar we staan. Er komen nog heel veel mensen voor en achter ons. En dat moeten we eigenlijk ook in de oogenschouw nemen. En ze voegen allemaal hun waarde toe. Ik bedoel, het zit in de naam, hè, de waardeketen. Maar als ik nou even kijk van wat is dan een hele... Wat zijn echt belangrijke punten in onze waardeketen voor HEMA, waar echt fundamentele besluiten ook worden genomen? Dan zou ik ten eerste zeggen dat het bij ons design is. Want wij designen zelf in huis. We hebben een grote designafdeling. En eigenlijk tijdens het designen van je product worden al heel veel keuzes gemaakt. Hè, over is het een product wat voor verschillende op verschillende manieren gebruikt kan worden? Kan dit echt lang mee? Wat voor kwaliteit streven we naar? Maar ook is het van monomaterialen gebruikt, zodat het straks weer makkelijker te recyclen is? Is het een product dat als je het niet meer wil, wordt het dan in één keer weggedaan? Of kun je onderdelen bestellen misschien bij HEMA? Dus dat is echt een heel belangrijk moment in die keten. Een andere is de leveranciers. Ja. Daar hebben we ook het plaatje van. Hè. Heel voor duidelijkheid, dit is een voorbeeld van, niet een voorbeeld, dit is jullie upstream waardeketen. Ja. Want jullie publiceren jullie productielocaties. Ja, die publiceren wij. Heel online op Open Supply Hub. Ja, klopt. En wat zien we hier? We zien hier dus verschillende landen waar HEMA haar directe leveranciers in eerste instantie heeft. Hè. Dus we willen ook verder die keten natuurlijk straks transparant maken. Zijn we in de achterkant, zijn we daar heel hard mee bezig. Maar je ziet hier voornamelijk dus die eerste lijn van leveranciers waar wij aanwezig zijn. En dat betekent dat eigenlijk al deze punten die je op die kaart ziet, die hebben ook iets te doen. Ja, en dus die zitten in jullie waardeketen. Er zijn er volgens mij meer dan 600. En dat zijn eigenlijk alleen je first tier. Dus waar je direct een relatie hebt, dat is nog niet
Wat daar nog achter zit. Ja, en je kan je dan natuurlijk bijvoorbeeld voorstellen dat als je het over een handdoek hebt, hè, dan zeg ik wel eens, verkochten wij alleen maar handdoeken. Hè? Dat zou het leven een stuk makkelijker maken. Want dan, ja, dan is dat gemaakt van vaak 100% katoen. Nou, daar valt heel veel aan te doen, hoor. Want katoen is natuurlijk ook heel impactvol. Maar heb het bijvoorbeeld over je elektrische apparaten. Nou, die hebben wij ook. Nou, probeer daar maar eens je waardeketen van uit te tekenen natuurlijk. Dat is enorm. Ja. Dus het is zo, ook... Even voor de duidelijkheid nog, omdat er heel veel kleine onderdeeltjes zitten. En die komen vaak weer door allemaal verschillende leveranciers. En die zitten allemaal in jouw waardeketen. Die zitten allemaal in de waardeketen. Dus dat is natuurlijk heel uitdagend. Dus het is ook niet zo dat je kan zeggen, oké, leveranciers, dit verwachten wij van jou. En dan verwachten dat het ook gebeurt. Nee, dat is echt gewoon... Je hebt daar echt werk te doen. Ja, maar ik neem aan dat je ook niet elke schakel inzichtelijk hebt of kan krijgen. Nee, dus dat gaat er echt om wat is je doel daarmee? Hè? En ook daar is het weer, wat is het middel, wat is het doel en hoe ga je daarmee om? En ik denk, wat we ook al benoemen, en dat is voor HEMA ook een heel belangrijke, is natuurlijk de klant. Bij de klant, we zien ook, bijvoorbeeld vanuit CO2-oogpunt, zien we ook, nou ja, spullen, noemen ze zo, hè? Spullen, goederen, kleding, voeding, ja, dat maakt zo'n 33% van de impact van een huishouden uit. Dus wij zeggen, ja, als wij daar een verschil in kunnen maken, dan kan je een groot verschil ook maken natuurlijk in de footprint van de huishoudens. En ook dus die klanten meenemen. Dus je bedoelt eigenlijk de gebruiksfase, hè? Die absoluut, consument is daarin superbelangrijk. Ja. Ja, mensen daarover vertellen. Want ik denk dat heel vaak mensen er niet van bewust zijn wat ze verbruiken. Maar ook, ja, het is allemaal zo groot. Hè? Dus hoe maak je dat klein voor de consument? En ik denk dat dat een kracht is van HEMA, want het gaat over het alledaagse leven. Dus hoe kun je op die kleine momenten consumenten vertellen wat ze ook kunnen doen? Ja, nou, heel mooi. Mooi samengevat. En je geeft nu een voorbeeld vooral van die consumenten. Ook heb je misschien ook nog een voorbeeld van een impact in je keten, waarvan je zegt, nou, als wij dan kijken naar zo'n kaart waar we dan zitten, waar let je dan op? Ja, waar letten we op? Nou, kijk, ik denk heel belangrijk. Het is eigenlijk een soort van matrix, hè, die je gaat maken. Je kijkt natuurlijk van waar zitten de hoge risico's. Ja. Dus nou, je kijkt naar landenprofielen, regioprofielen, naar het soort product dat er vandaan komt. Maar natuurlijk kijk je ook naar volumes. Dus waar zijn we nou heel groot in? En wij zijn toen ik zou echt zeggen 8 jaar geleden bijvoorbeeld bij HEMA, was het voor ons, ja, daar hoefden we niet een hele matrix voor te maken. Maar het was voor ons een no-brainer om met katoen aan de gang te gaan. Want het is ontzettend groot in ons assortiment. En we weten allemaal dat... Ja, dat het een enorme impact op mensen en milieu heeft. Dus weet je, het is eigenlijk... Ja, dus je hoeft ook niet die hele waardeketen helemaal uit te tekenen. Je kan soms ook even gewoon slim kijken van waar zit je dan? Ja. Katoen is een hoog risicoproduct. Je kijkt naar je kaart. Ja. Je ziet van, hey, dat gebied daar rechts is heel donker. Zit ik met heel veel, weet dat het hoog risico is. Dus daar gaan we dan op focussen. Absoluut, ja. Nou, heel, heel helder. Ik denk dat het heel concreet maakt. Dank je wel. Gerard, we horen eigenlijk dat Eva zich een beetje richt, of nee, niet een beetje, dat Eva zegt, hè, we richten ons eigenlijk bij het aanpakken en ook het rapporteren in eerste instantie eigenlijk over op potentiële of werkelijke schendingen. Wat betekent dat dan eigenlijk in de praktijk over hoe je in je rapportage omgaat met die waardeketen? Ik bedoel, moet je dan bij alle punten van de ESRS het over die waardeketen hebben? Of hoe ziet dat eruit? Hoe werkt dat? Ja, het is dus belangrijk dat je een goed begrip hebt van je gehele waardeketen. Maar het is niet zo dat je over alle aspecten waar je in je duurzaamheidsverslag over rapporteert, dat je daarbij altijd je hele waardeketen meeneemt. Dat hangt ten eerste af van welke aspecten in die waardeketen zelf zijn nu überhaupt materieel vanuit een duurzaamheidsperspectief voor jouw bedrijfsactiviteiten, want daar richt je je op. Anderzijds worden er voor sommige specifieke rapportagepunten aangegeven dat je de waardeketen daarvoor moet meenemen. Maar voor heel veel van de andere rapportagepunten die richten zich in eerste instantie op de eigen organisatie. Dus het is niet zo dat je van ieder mogelijk rapportagepunt de volledige waardeketen altijd helemaal meeneemt. Nee, maar je moet dus wel snappen waar zitten die hoge impact. Want ook als het niet expliciet in die CSRD of die ESRS staat, dan moet je er wel voor rapporteren. Precies, en dat is een kernconcept van de CSRD ESRS. Je richt je altijd op die thema's die echt materieel zijn qua impactrisico's. En op die onderwerpen ga je infocussen. Ja. En daar neem je dus de waardeketen in mee om dat te bepalen. Ja. Ja, maar het is dus niet zo dat er een aparte standaard is voor de waardeketen. Nee, want als je kijkt naar de opzet van de ESRS-standaarden, er zijn er in totaal 12. Daar is niet een specifieke waardeketenstandaard in opgenomen. Dat is eigenlijk meer opgenomen in de totale structuur van de ESRS. Ja. En misschien is het goed om die ook nog even verder kort toe te lichten. Ja, ja.
Ja, want als je daar heel in detail wat van wil weten, moet je naar eerdere webinars kijken. Maar het is wel goed om even te snappen hoe die standaarden zijn opgebouwd. Fijn als je daar wat over kan toelichten. Ja, want als je hier het overzicht van de totale ESRS-structuur, de eerste set die nu definitief is en gaat gelden voor de grote ondernemingen, dan zie je dat er eigenlijk twee cross-cutting, dus zeg maar even algemene overkoepelende standaarden zijn. En er zijn er dan 10 onderwerp specifieke. Nou, in die algemene standaarden, daar wordt uiteengezet wat de aandacht moet zijn voor de waardeketen. Wat je zeg maar in de beschrijving van de waardeketen moet opnemen. Dus daar zitten meer het algemene aspecten. En dan is het per topic dat je dus moet beoordelen van moet ik daarin mijn waardeketen meenemen. Ja. En wat je hier ook ziet is dat er een aantal standaarden zijn die richten zich eigenlijk inherent al op een aantal specifieke aspecten in de waardeketen. En met name als je dan naar S2 tot en met S4 kijkt. S2 gaat over de werknemers in de waardeketen. Nou, daar hadden we het net ook al. Even S2, want ik weet niet of iedereen helemaal... Wij weten wat S2 is, maar we zien, We zien de slide en we zien daar het blokje sociaal staan. Ja. En die standaarden hebben allemaal naam en die heten S1. Die standaarden hebben namen en ze hebben nummers. Ja. En ik ben toch van oorspronkelijke accountant, dus ik hou van nummers. Nee, helemaal goed. Maar ik noemde eerder de E van environment, milieu. De S van sociaal en de G van governance. Ja. En die nummering is eigenlijk ook gebruikt voor de namen van de standaarden. Dus als ik het heb over de S2-standaard, is het dus de tweede standaard in het sociale domein. Ja. En die richt zich bijvoorbeeld specifiek op de werknemers in de waardeketen. Nou, S3 die gaat over de getroffen gemeenschappen. Dus dat betekent ook, nou, misschien met katoen, als dat tot watergebruik leidt in een periode, dat kan effect hebben op zo'n gemeenschap. En S4 die richt zich vooral op wat is nou de impact op consumenten en eindgebruikers. Dus daar zie je eigenlijk al dat ook in de omschrijving van de onderwerpen, van die specifieke onderwerpen, dat nadrukkelijk daar de waardeketen ook een rol bij speelt. Ja. Ja, en volgens mij ook bij die klimaat ook expliciet, toch? Ja, nee, precies. En bij klimaat, daar is dus vooral wat technisch vaak in de standaard, zeg maar, de scope 3 emissies wordt genoemd. En dat zijn eigenlijk van wat zijn nu de CO2-emissies die of bij je leveranciers of in de gebruiksfase ook plaatsvindt, dat je ook daarnaar kijkt. En vaak zie je dat de impact in die scope 3, dat vaak vele malen groter is dan scope 1 en scope 2. En dat kan natuurlijk ook weer relevant zijn van waar richt ik mij nou op om zo groot mogelijke impact te hebben om CO2-emissies bijvoorbeeld te verminderen. Ja, nou, dat lijkt me helder. Nog steeds wel een beetje theoretisch, dus ik wil ook snel naar Eva gaan. Ondanks dat het heel fijn is dat je natuurlijk het kader geschetst hebt. Eva, nou, het is dus niet heel duidelijk uit de tekst te halen wat je nou over die waardeketen moet rapporteren. Volgens mij is dat ook lastig voor bedrijven, want eigenlijk zou je graag willen weten wat moet ik nou precies doen. Kan jij toch even proberen, je hebt het net al een klein beetje gedaan, van waar begin je nou eigenlijk als je die materialiteit in die keten in kaart wil brengen? Ja, dus waar begin je? Ik denk dat het heel belangrijk is om aan de ene kant dus te kijken. Hè, dus dat noemen we eigenlijk ook een soort van je due diligence proces. Dus echt te kijken, hè, waar zitten nou je kansen, risico's, een stukje kansen ook. En hoe ga je daar nou mee om? En aan de andere kant is het natuurlijk heel belangrijk om hierover heel uitgebreid met alle stakeholders ook in gesprek te gaan. Dat zijn de mensen in je waardeketen natuurlijk, maar ook andere partijen. En ik denk dat het heel belangrijk is om te zorgen dat er ook een soort van verificatie op je eigen werk is. Hè? Dus wij hebben een gevoel over hoe we dit aan moeten pakken. Maar hoe kijkt een vakbond daar bijvoorbeeld naar? Doen wij dit correct? Wat is een rol van de overheid hierin? Praat met andere NGO's of ook met andere bedrijven. Hè? Dus ik denk dat juist ook de rol van dus je eigen risicoanalyse en de rol van die stakeholders, al die partijen daaromheen ook, om dat samen te brengen, dat je dan tot een hele goede analyse kan komen. Ja, ja. Ja, dus... Je gaat niet alleen zelf desk research doen en dingen, maar je gaat ook met experts praten, met mensen die eigenlijk ook, ja, degene voor wie je uiteindelijk positieve impact wil bereiken, praten, wat je zei, vakbonden, NGO's. Absoluut. Om uiteindelijk een plaatje en om te kunnen focussen. Maar dan nog, ik bedoel, ik zit even te denken aan het plaatje wat je net liet zien met alle locaties die jullie hebben. Ja. Volgens mij komt daar nogal wat uit. Ja. En je kan denk ik niet met iedereen tegelijk het gesprek aangaan. Hoe doe je dat dan? Ja, nee, absoluut niet. Dus je kan lang niet iedereen spreken. Ik denk wel dat het heel belangrijk is dat iedere stakeholder weet wat de rol
in jouw keten is. Dus in de keten van HEMA. Hè? Dus dat je ook iedereen daarin spreekt. En ik denk dat het heel belangrijk is dat dus alle groepen well represented. Dus goed gerepresenteerd worden eigenlijk. Ja. Dus inderdaad, nee, ik kan niet met alle mensen in de fabriek praten. Maar we praten wel met mensen in de fabriek wanneer we er zijn. Of tijdens audits. We praten met onze leveranciers. We praten ook met lokale vakbonden. Dus zo probeer je op die manier toch te zorgen dat die stem van die mensen wel bij jou komt en bekend is. Ja. Ja, nou ja, en je moet dus uiteindelijk ook data gaan rapporteren over die waardeketen. Dat kan je ook niet in je eentje. Dus hoe zorg je er dan voor dat je de juiste informatie krijgt? Even los van als je al weet wat je zou moeten ophalen. Ja, nou en dat is eigenlijk, noem het training of noem het capacity building. Hè. Dat is echt in gesprek gaan, dus in die keten. Dus net eigenlijk wat we eerder ook al even zeiden. Het gaat er niet om dat ik nu vraag dan bijvoorbeeld aan een leverancier. Van jou wordt dit verwacht en dan verwacht ik maar dat naar mij toe komt. Nee, je moet heel duidelijk zijn over wat verwachten we nou, maar ook op welke manier wil ik dat naar mij toe komt. Wat voor soort data verwacht ik dan van iemand? Ja. Ja, en dat is gewoon continu eigenlijk training en onderhoud wat je met elkaar hebt. En nou, je krijgt data en je zegt, oh ja, maar dit was eigenlijk niet wat we bedoelden. Of er komt iets uit wat we helemaal niet verwacht hadden. Dus dat is eigenlijk continu die interactie die je met elkaar hebt. Kun je dat een beetje concreet maken? Wat voor data vraag je dan op en krijg je? Nou, dat ligt er heel erg aan. Hè. We hebben natuurlijk data bijvoorbeeld meer over arbeidsomstandigheden. Dus als we bijvoorbeeld meer een social compliance audit doen. Dat gaat over de werkomstandigheden in een fabriek. Nou, dan kijk je natuurlijk naar hoeveel werknemers zijn er in zo'n fabriek. Wat zijn de werkuren? Hoe zit de uitbetaling in elkaar? Maar ook zijn deze mensen verzekerd? Wat is de health and safety? Dus wat is de veiligheid terwijl ze in de fabriek werken? Ja. En allemaal dat soort data, dat heb je nodig. En dan moet je dus heel specifiek zijn in wat je vraagt. Ja, ja. Ja, dan moet je die informatie bij elkaar brengen en weer. Ja, ja. Ja, en dat kan je natuurlijk, daar kan je als bedrijf kun je daar zelf systemen voor opbouwen. Maar er zijn natuurlijk ook heel veel derde partijen die je daarbij kunnen helpen. Ja, en dat hebben jullie ook? Ja, we hebben ons eigen systeem en een derde partij daar. Oké, okay. Nou super, heel fijn. Elise, jullie zijn natuurlijk een hele andere sector. Ook een heel andere rol in de keten als handelsbedrijf. Ja. Kun je misschien iets vertellen over waar richten jullie je nou op in die waardeketen? Als je bepaald kijkt naar materiële thema's of hoe heb je dat aangepakt? Nou, wij zijn eigenlijk in gesprek met zowel onze klantenkant en consumentenkant als met de leverancierskant. En van beide hebben we informatie nodig. En we proberen die informatie die we bijvoorbeeld over klanten en de landen waar zij hun producten verkopen te verzamelen. En dan te kijken wat voor synergie zien we hier nou in. En dat te vertalen naar informatie die we dan weer doorgeven naar onze leveranciers. Want wat Eva net zegt, het is zo'n veelheid aan informatie. En voor vaak leveranciers zijn of ver weg van hier en begrijpen niet allemaal precies wat de CSRD inhoudt. Of zijn kleine MKB-bedrijven, zoals Niels net ook al aankaarten. Dus wij proberen die vertaalslag ook te maken van wat wordt er nou verwacht in de maatschappij, wat wordt er verwacht van de CSRD. En dat eigenlijk in een soort van, ja, Jip en Janneke taal wil ik niet noemen, maar dat je ook uniformiteit in die uitvraag naar je leveranciers krijgt. Want dat is ook heel belangrijk, dan krijg je die data terug. Maar je kunt appels en peren niet meer met elkaar vergelijken. Dus hoe krijg je nou uniforme data terug? En ik denk dat daar de meeste ketens nog wel mee struggelen eigenlijk. Ja. En hoe probeer je daar dan mee om te gaan? Nou, wij proberen vooral meetsystemen op te zetten in onze sector. En dat doen we vaak met brancheorganisaties of netwerken waar we in werken. En dan één meetsysteem aan te gaan. Wij meten bijvoorbeeld elke maand van alle planten of ze wel of niet duurzaam geproduceerd zijn conform de regels die we hebben gemaakt binnen FSI. En dat doen we elke maand. En FSI is Floriculture Sustainability Initiative. En dat is een wereldwijde organisatie waar we met allerlei soorten sierteeltbedrijven samenwerken. Maar niet alleen bedrijven, er zitten ook overheden en kwekers in. En door dat elke maand te meten, komt ook naar boven, hey, deze leverancier is niet identificeerbaar. Oh, deze leverancier is niet gecertificeerd, die moeten we aanspreken. Oh, hij heeft wel een certificaat, maar het staat niet in het register. Hoe kan dat? Dus door die data echt heel gestructureerd, niet alleen wij, maar samen met onze andere handelsbedrijven in Nederland, zeg maar goed te meten, ja, wordt die data ook steeds beter. Maar dat is best heel ingewikkeld hoor, en dat duurt ook best wel een tijdje. Ja, nou ja, dat kan me voorstellen. Maar ik hoor je wel zeggen dat als je het dus meet en het trackt, dat het je dus ook helpt om uiteindelijk die impact absoluut te bereiken. Absoluut, ja. Maar makkelijk is het niet. Nee, makkelijk is het niet. Maar je krijgt er bijvoorbeeld wel heel veel inzicht in. We hebben een heel mooi dashboard waar we precies zien op plantstuksniveau per maand waar de producten vandaan komen. En dan kunnen we dus ook een hele goede landenrisicoanalyse maken. Als je het nou hebt over welke risico's zijn er in je keten. Dus we kunnen precies zien, nou, zoveel planten kwamen in Italië, zoveel planten kwamen er uit Nederland. Wat zijn nou de problemen in Italië?
Spanje. Nou, misschien is water een groter probleem in Spanje of Italië dan in Nederland. Oké, dan moeten we met onze leveranciers uit die regio's in gesprek over watergebruik en over waterbeschikbaarheid voor de toekomst. Ja, mooi. Hey, en je vertelde ook dat je in gesprek gaat met je klanten en dat je ook samen dingen doet. Ja. Kan je daar iets over vertellen wat je daarin doet? Ja, we proberen zoveel mogelijk synergie te vinden tussen onze klanten. Dus we hebben bijvoorbeeld dit jaar hebben we een retail sustainability roundtable gehouden, waar we 4 grote retailers aan tafel hebben gezet. Ongeveer zoiets als HEMA. Was best heel spannend voor zo'n klein handelsbedrijf als wij, kan ik zeggen. Maar ook onwijs mooi. Waarbij ze elkaar hun eigen duurzaamheidsbeleid gingen presenteren. Okay. En daardoor elkaar inspireerden. En aan het eind van de middag was het meer ons doel natuurlijk om te zeggen, oké, jullie hebben het allemaal over deze 4 thema's gehad. Zullen we hier nou een roadmap naar 2030 op maken met elkaar? Zodat we in één mond naar onze leveranciers kunnen praten. Want wij hebben ook 600 leveranciers. Het zijn veel kleinere leveranciers denk ik dan Eva. Maar ja, dus hoe ga je nou in één manier vertellen aan die leverancier hoe zijn verpakking van de toekomst eruit moet zien. Ja. Dus hoe verpakken wij onze producten? Nou, als dat voor al die 4 retailers gelijk kan zijn, is dat voor onze leveranciers een stuk makkelijker. Oh, dus zo proberen we zeg maar die doelen samen te brengen. Ja, nou dat is mooi. Ik hoor je in ieder geval heel veel zeggen samenwerking. Hè? Ja, dat is wel dus de crux. Alleen, en het is te, nee. Ja, je moet het ook samen doen. Dus absoluut, ja. Ja. Nou, Niels, ik wil dan ook even naar jou gaan, want jij zit weer helemaal in een andere branche. Heb je net natuurlijk ook al wel wat over verteld. Je hebt ook al kort even iets gezegd waar je op gefocust hebt, hè, in India, in die groeven. Maar kan je misschien nog iets meer vertellen over hoe je nou die impact bepaalt? Hoe wist je nou dat je daar moest zijn en hoe heb je dat aangepakt? Hoe heb je dat ontrafeld? Nou ja, dat is best wel een puzzel geweest. De belangrijkste stap die wij gemaakt hebben, ik zei net 2008, 2009... financiële crisis, en dan zijn we rechtstreeks naar de bron gegaan. En dan zie je dingen die je niet wil zien. Kinderarbeid zag ik met mijn eigen ogen. Aan de rand van groeven zaten compleet families, opa, oma, de ouders en de kinderen op hun knieën met een pikhouwwiel steentjes te verwerken. En de leverancier waar ik de gast was, die leidde mij van, ja, maar dit is geen kinderarbeid. Wij geven die kinderen en die gezinnen geven wij afval, zodat zij in ieder geval dat afval kunnen verwerken tot steentjes of tot juwelen. En als ze dat verkopen, dan kunnen ze in ieder geval eten kopen. Dat zet ons wel aan denken. En we zijn de dialoog aangegaan, want samenwerking is helemaal terecht. Hè. Wij zijn de dialoog aangegaan, want wij hebben geen leverage. Dat is ons nadeel. Ik koop in bij partijen die vele malen groter zijn dan ons. Maar wij hebben wel heel duidelijk. Even leverage, hè? Je bent gewoon. We zijn een kleine partij. We hebben niet veel invloed in die zin. We kunnen niet bepalen van je moet dit aanleveren of je moet dat. We zullen dat allemaal uit de dialoog moeten doen. Dus gaat op de relatie. Het gaat op de relatie. Contacten. Het gaat op de relatie en partnership, samenwerking. Dus wij hebben toen heel erg gekeken van we zoeken partners die zich ook open willen stellen, die data aangeven, aan willen geven, maar in ieder geval de dialoog aan willen gaan. De relaties waar wij mee werkten, keramiek en composiet, zijn grotere partijen. Die kunnen EPD's aanleveren, waar bijvoorbeeld een CO2 in staat. Maar in India. Hoe even nog, want dat zijn zoveel afkortingen. Een EPD, EPD wil zeggen het aantal kilo CO2 dat nodig is. Scope 3 is dan die zin. Dat is vanaf het begin van het product tot aan geleverd bij ons. Wat het dan een CO2 is, daar hebben wij onze eigen CO2-berekening achter. Maar toch even terug naar het verhaal in India. Daar is dat veel lastiger. Mm. Dat zijn andere bedrijven, dat is een andere cultuur. Nou, en hoe kan je dan bepalen? Nou, hoe kun je dan impact genereren? Wat wij gedaan hebben, is echt met partners gaan werken. Echt een lange termijn relatie opzetten. Niet ieder jaar tenderen qua prijs, maar gewoon een relatie aangaan. En gewoon dialoog. En elk jaar iets verder vragen. Mm. Oké, hoeveel mensen werken daar? Hebben ze contracten? Werken er kinderen? Hoe zit het met health and safety? En zo ontrafel je steeds meer, krijg je steeds meer die pijnpunten. Het heeft mij de meeste tijd gekost om de juiste leverancier te vinden die zich er ook voor openstellen. Mm. En inmiddels is dat gelukkig wel veel meer normaal in de maatschappij. Maar in 2010, 2011 was dat nog niet normaal. En door die dialoog aan te gaan en door inderdaad die leverancier erin te betrekken, hem ook uit te leggen waarom we het willen weten en hem bewust te maken dat we vooral niet als Westers bedrijf hem de les komen lezen, maar inderdaad wel willen betrekken van ja, wat is nu normaal? De OESO-richtlijnen in die zin zijn ook heel belangrijk. Due diligence werden daar straks al genoemd. Dat is ook voor ons belangrijk. En ook nog even, dus de OESO-richtlijn, due diligence, stond ook op die slide van Gerard, die niet heeft toegelicht. Maar het gaat erom dat bedrijven inzicht hebben in de risico's die ze hebben en dat ze ook ze kunnen identificeren, dat ze het aanpakken, proberen te voorkomen. Dus dat ze echt een goed proces hebben opgezet. Ja. Je moet het proces opzetten en op het moment dat je ze inzichtelijk hebt, dan moet je ze prioriseren. Dat is het lastigste, vind ik zelf persoonlijk. Maar voor ons was in die zin, ja, iedere keer, wij doen ook audits, maar ik ga zelf ook één keer per jaar naar India toe. De audits die wij doen zijn aangekondigd en onaangekondigd.
Nou, en iedere keer zitten voor mij twee zaken in. Dat is zeg maar de arbeidsomstandigheden, health and safety. In Groeven in India, ja, we doen toch een stukje een berg afbreken die structureel graniet uitgehaald wordt. Het is daar 40, 45 graden in de zomermaanden. Vaak wordt er gewerkt met mensen die van elders komen. Dus die zitten er maar tijdelijk. Ja, veiligheidsschoenen of een helm was allemaal not done. Ja, dan zie je steeds vaker dat het wel komt. Kinderarbeid zag je toch wel. Met name in de processing units. De blok winnen is één. En vervolgens wordt die blok in platen gesneden van 2 centimeter voor ons gebruik. En aan eenzijdige polijst. Dan worden ze mooi. Hier hebben we helaas een houten tafel. Maar dan worden ze mooi glimmend in die zin. Zodat ze verkocht kunnen worden als keukenblad. Mm. En daar zag je nog wel eens af en toe mensen, kinderen, onder 18 jaar lopen. Ja. Dat is bij wet verboden. Maar door voortdurend die dialoog aan te gaan. En ook samen te werken. Wij werken samen met een NGO. En zeg maar zo'n stichting in India. Die voor ons dat controleert, dagelijks controleert. En dan hebben wij eigenlijk onze aanpak een stukje veranderd van supply chain approach naar area-based approach. Dus we kijken echt in een gebied rondom die groeven waar wij winnen. Want daar wonen de medewerkers van de groeven waar wij inkopen. En om echt te kijken van ja, hoe zit dan die situatie in elkaar? En dan bleek dat educatie het grootste struikelblok is omdat er amper toegang er is. En daarnaast niet als serieus genomen wordt. Dus wij hebben educatie gekozen als oplossing om kinderarbeid tegen te gaan. Door ervoor te zorgen dat in dat gebied de educatie op orde is en dat het normaal wordt in dat gebied dat kinderen naar school gaan. En ook dat educatie op een bepaald niveau is. Ja. Door dat te faciliteren, samen met een NGO in India, maar ook met een Nederlandse NGO en met onze eigen leverancier, door dat te faciliteren en voortdurend te herhalen, zie je dat kinderen nu ook Engels leren, wat voorheen niet was, want wij zitten in een heel klein binnenlands gebied in Zuid-West-India, Zuidoost-India, sorry. En door het te faciliteren zie je dat kinderen steeds vaker naar school kunnen gaan, waardoor ze uit het arbeidsproces gehaald worden. En op dat moment heb je impact en laat je risico kinderarbeid dalen. Ja, nou, dat is heel mooi. En ik denk ook mooi dat je echt daarheen gaat en het gesprek aangaat. Ik kan wel voorstellen dat dat niet voor iedereen mogelijk is. Met de grootte van de supply chain helemaal kan het niet. Misschien is dat dan ook even een mooie link om over stakeholders te praten. Jij noemde al, jij noemde al hè, de stakeholders met wie je werkt. Nederlandse NGO, NGO daar. Eva, kan jij iets zeggen over, je kan niet iedereen betrekken, maar hoe probeer je dan toch die stem zo goed mogelijk terug te laten komen? Om uiteindelijk goed zicht te krijgen op die meest materiële risico's in die keten. Ja, dus voor ons zijn, kijk, dus tuurlijk is bij met de hele CSRD, hè, is er ook echt voor hoe ga je nou om met je stakeholders. En kijken wij daar natuurlijk ook weer met andere ogen naar. Van oké, wat is nou eigenlijk ons strategische manier om met onze stakeholders om te gaan? En tegelijkertijd zeiden we, ja, maar heel veel van deze dingen doen we al dagelijks. Dus dat betekent dat ook gewoon die mensen die bijvoorbeeld bezig zijn met de arbeidsomstandigheden in de keten, hè, in het duurzaamheidsteam, dat die zijn eigenlijk gewoon wekelijks praten die met NGO's, met de leveranciers, met de lokale vakbonden. En wat heel fijn is, is dat we ook een aantal inkoopkantoren hebben. Want dat is eigenlijk wat je wil, hè? De ears and eyes on the ground. Dus de oren en ogen op de grond. Want ja, die weten hoe het eigenlijk in elkaar zit. Dus hoe beter je eigenlijk lokaal aanwezig bent, hoe meer mogelijkheid je ook hebt om, nou, 1, in een heel vroeg stadium misstanden te ontdekken. En 2, er ook wat mee te doen, mogen ze voorkomen. Ja. Ja, dus het betrekken van die stakeholders is superbelangrijk, ook in samenwerking. En Niels, je noemde het voorbeeld met die NGO's. Begreep dat je ook bij een convenant zit. Kan je daar nog heel kort iets over vertellen, hoe die helpen in die waardeketen en eventueel ook met de CSRD dan? Ja, de natuursteen is een risicosector, zoals bepaald is. En over het algemeen zitten er vrij kleine bedrijven in. En hoe kun je dan impact genereren? En waar praat je over? En hoe kun je bewustzijn creëren? Dat was stap 1. Wordt samengewerkt in convenanten. Opgericht, geïnitieerd door de Nederlandse overheid. Vaak in ons geval secretariaat bij de SER. Waarbij je dus een set van afspraken maakt, richtlijnen maakt. Gezamenlijk met vakbonden, met de Nederlandse overheid. En met de branche, zeker bedrijven. Om te kijken op basis van de OESO-richtlijnen van waar moet je aan voldoen. En door samen daar een set van richtlijnen aan de grondslag te leggen en door samen ook pilotprojecten te doen. Wij doen nu, gaan samen met 2 collega's een pilot in Zimbabwe doen, waar we ook sourcen, om ook daar te gaan kijken van oké, we weten wat vandaan komt, hoe zit het nu daadwerkelijk uit? En door dat samen te doen, Lise noemde straks ook al,
ja, kun je meer bereiken. Zorg dat het versnelt en dat je ook nog extra kennis en kunde. Want ik zit hier wel als expert, maar ik noem mezelf geen expert. Maar doordat je heel veel samenwerkt en heel veel ziet, bijvoorbeeld bij een CER, bij een vakbond, leer je steeds meer, krijg je een andere kijk erop. Creëer je in eerste instantie awareness. Maar kun je ook door die convenant, juist door die richtlijnen, sneller stappen maken, het beter begrijpen en ook hulp vragen daar waar nodig. Ja. Nou, supermooi. En ja, jij hoeft nog niet te rapporteren, want je valt niet onder de grootte, maar je doet dat wel en je ziet daar toch ook toegevoegde waarde. Daar gaan we het in een ander webinar ook nog over hebben. Gerard, als ik nog even naar jou mag. Heel veel voorbeelden hebben we hier genoemd. Dubbele materialiteit. Wil je daar nog wat over zeggen? Het kernconcept. Zeker. Kijk, in verband met de waardeketen, de dubbele materialiteit, is dat je eigenlijk zoveel kijkt, wat is de impact op de onderneming? Dus stel dat er ergens nieuwe regelgeving komt die jouw productieproces gaat verstoren, heeft dat directe impact op de onderneming en zeg maar de impact van de onderneming op zijn omgeving. En het ene duidt over het algemeen meer aan als de financiële materialiteit en ook aan de impact en de andere als impact materialiteit. Nou, ik denk wat we net hebben besproken, dat heel veel van die aspecten, het werkt op twee kanten op. En je moet dus ook in je analyse van wat is belangrijk, moet je zowel die impact als die financiële materialiteit, moet je daarbij in ogenschouw nemen. En in ons andere webinar over dubbele materialiteit gaan we daar nog veel dieper op in. Ja, ja. En stakeholders noemde ik ook al. Ik heb in alle drie horen zeggen hoe belangrijk het is om stakeholders te betrekken, in inzicht krijgen, maar ook in het aanpakken. Kan je nog iets zeggen over wat er over stakeholders in die CSRS staat en ja, wat je daarmee moet qua rapportage? Ja, maar dat sluit eigenlijk goed aan op de dubbele materialiteit, is dat er eigenlijk ook een dubbele categorie is aan stakeholders. Dus er is enerzijds de traditionele groep, dat zijn zeg maar meer de financiële gebruikers, de bank, de aandeelhouder, maar ook directe partijen als vakbonden, maatschappelijke organisaties. Maar de andere groep aan stakeholders, en dat klinkt misschien, zijn er zeg maar meer de getroffen partijen. Dat is niet helemaal een lekkere vertaling, want getroffen klinkt altijd negatief. Maar eigenlijk gewoon de partijen die in jouw omgeving beïnvloed worden door wat jij als onderneming doet. En juist die stakeholdergroep, waarvan we ook al een aantal voorbeelden hebben gehoord, ook die is juist een doelgroep van de rapportage. Ja. Dat het ook voor hun inzichtelijk is, ja, wat is nou die impact van die onderneming op mij of mijn eigen omgeving? Ja, dus inzicht, maar ook dat ze input kunnen geven om dat uiteindelijk ze input daarop kunnen geven om uiteindelijk daar ook dan weer rapportage over te kunnen ontvangen. Ja, ja. En wat is dan de rol van de accountant in de beoordeling van die betrekken van die stakeholders? Nou, de accountant zal dus vooral kijken van welke stakeholders heb je daarbij betrokken. Nou, die zal kennis nemen van die waardeketen. En nou, daar kom je heel andere partijen tegen. En welke van die partijen uit die waardeketen bijvoorbeeld heb je nou betrokken in je materialiteitsanalyse, in je stakeholderanalyse? En is dat logisch? Want als je productieproces in India is en daar is de omgeving een belangrijke stakeholder, ja, dan verwacht je ook dat daar rekening mee is gehouden in je analyse die je daarvoor conform de CCD uitvoert. Ja, ja. Nou ja, we hebben heel veel gehoord over de waardeketen. Ik heb er ook nog heel veel over kunnen zeggen. Ik hoor ook zeggen, we zijn al tijden bezig, lang in gesprek. We hebben ergens goed nieuws ook nog. Want het kost tijd om het op te zetten. Maar ondanks dat het bedrijven die nu onder CSRD vallen, is daar nog wel een soort van invasering. Kan je daar nog iets over zeggen? Nee, precies. Want bij het ontwerpen van de voorstellen was er heel veel zorg vanuit de ondernemingen, vooral van over die waardeketen. Want we hebben net gehoord, en dit zijn koplopers, van dat is best een moeilijk en uitdagend proces. De dialoog aangaan is één, maar vervolgens data krijgen is nog eens een tweede. Dus dat betekent ook dat er voor een aantal van de rapportagepunten dat er eigenlijk ook een soort fasering is. Wat betekent dat je in het eerste jaar van je rapportage nog niet over al die aspecten per se in alle detail hoeft te rapporteren. Dat er eigenlijk is gekozen voor een soort infaseringsperiode van 2 tot 3 jaar. En vooral ondernemingen met minder dan 750 werknemers. Die hebben daar zeg maar, ook weer een stukje extra stuk van invasering. Om het daarmee ook gewoon proportioneel te maken voor de efforts die je daarvoor moet insteken. En wat een realistisch tijdspad daarbij is. Ja, oké, helder. Nog even een vraag van, ja, als je nou, Eva, heel even nog naar jou. Alle data, we hebben dat net al wel even over data gehad. Maar hoe ga je nou om als je keteninformatie niet kan krijgen?
Ja, als je keteninformatie niet kan krijgen, nou, dat kan natuurlijk om verschillende redenen zijn. Hè? Of omdat je nog heel nieuw bent in het onderwerp over de keten. Of geopolitieke situatie, hè, waar je misschien aanwezig bent met je sourcing. Er zijn verschillende manieren. Ik geloof dat je met steekproeven, dus met een bepaalde mate van schatting, kun je heel ver komen natuurlijk. Dus ja, als jij ergens, ik noem maar wat, hè, een voorbeeld, 20 fabrieken hebt en je gaat er bij 5 langs en je ziet dat er uit 3 of 4 dus best wel bijvoorbeeld impact komt op health and safety, dus op de gezondheid en de veiligheid van de werknemers. Nou, dan mag je er toch ook wel met een redelijke mate van zekerheid van uitgaan dat dat echt een issue is in dat land of in die regio. Ja. Ik denk wel altijd dat het hoe minder aannames, hoe beter. Ja. En kijk, als je nou echt nog aan het begin staat, dan denk ik, er zijn heel veel bedrijven die er ook bij kunnen, of partijen die bij kunnen helpen. Of weet je, ga in gesprek met andere bedrijven. We zijn niet de enige die bijvoorbeeld op de Open Supply Hub onze locaties hebben staan. Dan kun je natuurlijk ook zien, zijn wij daar bijvoorbeeld ook aanwezig? Oh, nou, HEMA is daar. Nou, hoe doen zij dat dan? Welke risico's zien zij in dat gebied? Ze zitten in dezelfde sector. Want dat is het dus eigenlijk. Ga op zoek naar waar die risico's zitten voor jouw sector in die regio. En dan kan je daar beginnen. Ja, nou ja, heel concreet. Dus je moet het ook stap voor stap doen. Hè. Je kan het niet allemaal tegelijk. Maar samenwerking, hoor ik wel, is hier de key. Geert, EFRAG is bezig nog met wat verdere ondersteuning. Kan je ook daar nog even iets over zeggen wat dat is? Wat ik al eerder zei, is dat waardeketen is gewoon een moeilijk onderwerp. En er is ook door de Europese Commissie aan EFRAG gevraagd om echt bij te dragen. Hoe kunnen jullie nou alle stakeholders, maar vooral de ondernemingen helpen om ook invulling te geven aan de vereisten. En er komt dus ook implementation guidance, eigenlijk een soort handleiding of handreiking, hoe je nou omgaat met de waardeketen. En daar worden ook, er wordt uitgelegd waarom je het doet, hoe je het doet. Er wordt ook ingegaan, als je niet alle informatie hebt, dan kan je ook in de beginjaren nog volstaan met, oké, die en die informatie heb ik nog niet. Of ik kan een schatting maken, of ik geef aan wat het proces is dat ik voor ogen heb om die informatie wel te krijgen. Nou, die implementation guidance, daar zijn de concepten al wel publiek openbaar van beschikbaar. Maar de verwachting is dat het finale concept dan eind van dit jaar gepubliceerd wordt. Daar kunnen mensen ook nog op reageren. Is het duidelijk genoeg? Zijn er andere vragen die daar direct in worden mee worden genomen? Zodat EFRAG dat daarna kan finaliseren. Ja. Om daarmee ook gewoon de praktijk te helpen. En volgens mij hebben we bij de veelgestelde vragen van de SER, hebben we de implementation guidance en de links daar naartoe, hebben we daar ook staan. Ja, nou, dat is denk ik heel mooi. En ik denk ook wel een oproep naar misschien brancheorganisaties om feedback te geven op die consultatie. Want dit is gewoon een superbelangrijk onderwerp en het moet gewoon praktisch genoeg zijn. Dan wil ik eigenlijk gaan afronden. We hebben heel veel gehoord over de waardeketen. En eindigen met onze vaste 3 tips. Niels, wat is jouw tip? Mijn tip is, begin ermee. Begin met je ketenkaart te brengen en ga het gesprek aan. Wacht er niet mee. Ga gewoon met je leverancier vanaf nu al het gesprek aan over je waardeketen, waar hij zijn materiaal weer vandaan krijgt, om op die manier een database op te bouwen. Supergoed, dankjewel. Eva? Ja, het hoeft niet allemaal in één keer. Dus stap bij stap beginnen gewoon. En vooral begin bij hoogste risico's. Ja. Waar je ook dus, zoals jij dat noemde, leverage hebt, waar je invloed kan uitoefenen. Waar je invloed kan uitoefenen en waar de risico's zitten. Absoluut. Heel mooi. Elise? Ja, ik denk samenwerking is de key. Want als je het samen doet, dan kom je gewoon verder en weet je meer. Dus leer van de anderen met wie je samenwerkt. Nou, hartelijk bedankt, Gerard, jij ook, voor jullie ontzettend waardevolle inzichten. Ik denk dat iedereen thuis een veel beter begrip gekregen heeft over die waardeketen. En dat men weet wat je nu moet doen om je voor te bereiden. Nogmaals, als je vraag niet beantwoord is, kijk in ons veelgestelde vragen document. En de belangrijkste boodschap voor nu is, begin nu, werk samen, wacht niet langer en draag bij aan een betere wereld. Tot de volgende keer.